bij het nieuwe Jan de Roy nieuws. Het is een nieuw jaar, ze dachten een nieuw idee. In plaats van het clubblad komt er tegenwoordig een video uit. Dit is het Jan de Roy nieuws nieuws. En in het Jan de Roy nieuws nieuws komen er allemaal verschillende dingen langs. Zo blikken we terug op de afgelopen weken, kijken we vooruit naar de dingen die komen gaan, behandelen we de kijkersvragen en zal af en toe iemand bij ons aan tafel aanschuiven. Yes. De eerste versie van het Jan de Roy nieuws nieuws vindt eventjes plaats in het Wevermuseum, omdat onze studio nog under construction is. We beginnen gelijk met onze eerste rubriek, de Speltak Talk. Aan de tafel bij ons zit Gieske. Hallo allemaal, in deze rubriek gaan we allemaal nieuwtjes uit Speltakken gaan wij bespreken. En deze keer heb ik iets over de Explorers. Zij hebben namelijk iets met frituren. Ze hebben een tijdje geleden hebben zij geprobeerd om de XXXXXXXL frikandel te maken. Sorry. Ze hadden een huge frituurpan gemaakt en hij was verrukkelijk aan het einde van de middag. En de verkenners, die hebben een tijdje geleden een gameavond gehad. Ja, oh, cool. En dat waren geen gewone games, hè. Dat waren echte computeren, echte mannen dingen. En de leiding die was daar toch wel een beetje moe, denk ik. Want die lagen eerder op bed dan de jongens. Dat had voor de jongens toch wel een leuke kans, want uiteindelijk hebben ze toch kapsalon en pizza besteld. Dus je hoort er wel bij de gameavond. Ja, ja, inderdaad, inderdaad. En ik weet niet of dat ze het heel leuk vinden om te horen, maar onze lieve Rick, Victor en Oscar hebben tijdens deze gameavond door een roosje gespeeld. Dus ik denk dat het een fantastische avond was en weer terug naar jullie. Yes, bedankt. Ik ben net bij het bestuur langs geweest en daar heb ik wat nieuwtjes te horen gekregen. Het bestuur is druk bezig om trainingen te regelen voor de leiding en voor andere vrijwilligers, zodat ze nog betere programma's kunnen maken. Even kijken wat ik nog meer heb gehoord. Afgelopen week hebben we een training gehad voor betere groepsprocessen en groepsmanagement. En binnenkort staat er een trainingsweekend Testival op de planning. Daarom is het op 17 februari niet draaien voor de kinderen. Even kijken, wat hebben ze nog meer verteld? Op 19 januari was het Jan de Roy Remy Café ter ere van het 70-jarig bestaan. Tijdens deze avond zijn er zo'n 150 mensen langs geweest, jong en oud. Tijdens deze avond hebben LC, Gijs en Corné een speltje gekregen voor een jarenlange inzet voor de groep. En is alle leiding, bestuur, oud-leiding, oud-leden bedankt voor de tijd bij Scouting Jan de Roy. Dan zijn we nu aangekomen bij het korte nieuws met Roosalijn. In het korte nieuws benoemen wij korte nieuwtjes die plaats hebben gevonden binnen de scouting. En als allereerste moeten we natuurlijk het Bevermuseum benoemen. We zitten namelijk in het Bevermuseum en de kinderen hebben zelf deze prachtige kunstwerken gemaakt en aan hun ouders laten zien. Dat is ook wel heel mooi geworden, moet ik zeggen. Helaas gaan er ook leidings weg bij ons op scouting. Zo is Snor voor 14 maanden naar het buitenland en is Rebel 5 maanden naar het buitenland. En omdat Snor zo lang wegging, hebben ze de Doei Snor, wij gaan niet naar de bossenmiddag gehouden, waarbij Snor dacht dat hij toch naar de bossen ging. Maar dat bleek natuurlijk een verrassing te zijn. De verkennerleiding heeft op een zaterdagmiddag, toen de verkenners aan het slapen waren van de gameavond, hebben ze een eigen bier gebrouwen. Dit duurt heel lang, dus wij hopen in de volgende uitzending te benoemen hoe dit bier heeft gesmaakt. Nou, ik ben wel benieuwd. De Welpen, die zijn bezig met hun kookinstingen. Die hebben ze bijna verdiend. Ze hebben vuur gemaakt, ze hebben wentelteefjes gebakken, ze hebben van alles gemaakt om die kookinstingen te verdienen. En de Gidsen, die hebben voor het eerst hun eigen middag gedraaid. En die zijn leiding geweest voor één dag. En ze kwamen er toch wel achter tijdens dit programma dat het soms wel lastig is om 20 puberende meiden stil te krijgen. Maar het was een zeer geslaagde middag. Ook een nieuw onderdeel in het Jan de Roy nieuws nieuws is de brievenbus. Komt die aan volgens mij? Oh, wauw. Ja. Deze brievenbus die komt onder in het gebouw te hangen. En daar kan je van alles in doen wat je zelf leuk vindt. Heb je nog nieuwtjes voor het Jan de Roy nieuws? Of heb je iets heel erg leuks meegemaakt? Heb je een mooie tekening? Of heb je vragen aan iemand binnen de scouting? Ik zou zeggen, doe het in de brievenbus en dan zullen we er eens naar kijken. En dit was het korte nieuws. Bij dit beeld het nieuws kijken we eventjes vooruit op wat leuks er allemaal nog gaat komen. 14 februari is het weer Valentijn. Ik zou zeggen, ga lekker een weekendje weg. Want 17 februari is het geen scouting in verband met het festival. Dit is trouwens ook de uiterste inschrijfdatum voor je de hit. Ja, en een hit is een tocht tijdens het paasweekend met andere scouts door heel Nederland. Het is stoer, het is gezellig en het is een uitdaging, dus geef je zeker op. Ja, opgeven kan via de onderstaande link gewoon.
Trouwens, vergeet op 1 maart elkaar geen complimentjes te geven, want dat is de Nationale Complimentjesdag. Ja. En 3 maart, dan is het weer de doordraaimiddag. Dus doordraaimiddag, dan draai je de oudste van elke speltak alvast een dagje mee met de nieuwe speltak. Ja, dit was Jan de Rooij nieuws, dus tot de volgende keer. Vond het leuk. Oh, ho, ho. Heb je het nou al in de boeien gedaan? We hebben nieuwe prullenbakken op de schuiting. Oh, ja. Ja. We hebben 3 nieuwe prullenbakken. We hebben een plastic bak, een restafval en een papierbak. Dus deze moet in de papierbak. Dit was het Jan de Rooij nieuws en we zien jullie weer in de volgende uitzending.